Goudsbloem wordt aangepakt. Veel mensen in Schiedam zullen dat hebben gezien. Er komen appartementen en degene die dat bedacht heeft staat hier voor ons, meneer Margiel van der Plas. Meneer van der Plas, misschien kunt u gelijk met de deur in huis vallen. Wat gaat hier komen in de Goudsbloem? We gaan hier 34 kleine studentenwoningen maken. Eigenlijk een soort studio-appartementen. Die speciaal gemaakt worden voor autistische jongeren. Dat zijn mensen die over het algemeen heel erg goed kunnen studeren. En ook vaak in Rotterdam bij de universiteit zijn ingeschreven. Maar niet goed tegen de hectiek van de grote stad kunnen. Dus prikkelarm moeten worden gehuisvest. En dat kan hier uitstekend. Op een hele mooie plek. We hebben de Stichting Vesten. Dat is een landelijk opererende partij die dit soort mensen huisvest. Hebben we zover gekregen om hier een 15-jarig huurcontract met ons af te sluiten. Dus dat worden de nieuwe gebruikers van dit pand. Hoe bent u op het idee gekomen om dat op deze manier aan te pakken? Hoe bent u in contact gekomen met dit pand? Nou, we werken door het hele land. We hebben onze vestiging in Zeist, maar we werken eigenlijk landelijk. En we is dan de firma Hermon? Hermon Erfgoed. En wij herontwikkelen monumenten. Daar komt de naam vandaan. We zijn een projectontwikkelaar die dus een hele specifieke missie heeft. En ook een heel specifiek marktgebied. De missie en het marktgebied bij ons, dat we dus alleen maar in Rijksmonumentaal erfgoed onze projecten ontwikkelen. En dit pand dat is ons via een relatie eigenlijk aangereikt. Een ontwikkelaar die er helemaal op vastgelopen was en er niet meer financieel uitkwam. Daar hebben we het project van gekocht. En we hebben het toen eigenlijk helemaal opnieuw aangepakt. Nieuwe plattegronden bedacht. Nieuwe vergunningen aangevraagd. En uiteindelijk is het resultaat dat we nu in een bouwplaats staan waar net 2 weken geleden het hoogste punt bereikt is. Waar we heel trots op zijn. De Goudsbloem is een mouterij geweest. Waar dus gerst werd gemout. Hoe zijn jullie erin geslaagd om elementen van die geschiedenis te conserveren? Nou, we hebben de plattegronden die de vorige ontwikkelaar gemaakt had, die hebben we eigenlijk in de prullenbak gegooid. En wat we hebben geprobeerd te doen, en dat is goed gelukt, dat is dat we onder andere de ACE, dat is de oude droogoven in het gebouw, dat we die helemaal hebben vrijgemaakt. En de balkenstructuur natuurlijk ook helemaal in het zicht hebben gelaten. En ook voor een gedeelte hebben gerepareerd. Want er was wat van het gebinte verdwenen. Dat hebben de bouwvakkers die hier rondlopen, die hebben het allemaal prachtig op een traditionele manier weer hersteld. En die ACE die wordt nu zometeen ook de plek waar het gebouw ontsloten wordt. Dus de ingang van het gebouw laat ook meteen het meest karakteristieke stukje nog zien. En dat is ook heel bijzonder omdat het eigenlijk de enige plek is in Schiedam waar dat nog te vinden is. Ja. In het najaar, begrijp ik van u net, kunnen de eerste studenten een intrek nemen hier. Tot die tijd, wat moet er nog allemaal gebeuren? Nou, op dit moment zijn ze bezig met het storten van de vloeren. Als dat klaar is, dan gaan de wandjes geplaatst worden, waarmee de verschillende woningen van elkaar afgescheiden worden. En daarna wordt het interieur, dus dat zijn per woning zijn dat natuurlijk de keukens, de badkamertjes, de toiletten, die gaan erin. En dan krijg je eigenlijk het hele afbouwcircuit met schilders en dergelijke, elektriciens. En dan is het klaar. Wat gaan die studenten krijgen? Hoe groot zijn de kamers? Ja, de grootte van de kamers die verschilt een beetje. Omdat we natuurlijk een plattegrond hebben die niet door ons bedacht is. Maar de beleiding van het gebouw volgt. Dus daar zitten appartementen in van ongeveer 25 tot 30 vierkante meter. Ook wat grotere en ook 1 of 2 kleinere. We volgen gewoon het puntensysteem van de Nederlandse wet. Dus op het moment dat je zo'n appartementje huurt, dan is er een huurprijscalculatie en daar voldoen wij gewoon aan. Of daar voldoet de Stichting Vesten aan. En hoe groot die wachtlijst is die zij hebben, dat weet ik niet precies. Maar wij hebben eigenlijk 1 huurder en dat is die stichting waar ik het zo net over had. Ja. Zijn er bij u in portefeuille of in ieder geval in uw hoofd al andere projecten in deze stad Schiedam aanwezig? In Schiedam nog niet. Hoewel ik wel met een heel geïnteresseerd oog kijk naar wat er nu precies gebeurt op de Havenkerk. Dat is natuurlijk een gebouw wat wel gerestaureerd is, maar wat niet echt een nieuwe functie heeft gekregen. En wij geloven er heel erg in dat op het moment dat je een monument herstelt, dat het niet alleen maar gaat over de technische instandhouding, maar ook over de economische instandhouding. Dus zo'n gebouw moet wel blijven leven. We gaan er nog van horen. Heel graag. Ja, bedankt voor jullie belangstelling.